Goed, goeie namiddag. Ondertussen al laatste evenement in deze zaal vandaag. Ik hoop dat het al een boeiende dag geweest is voor jullie, maar nog niet gedaan, want we zijn heel blij dat we hier in deze zaal Grip VZW te gast hebben. Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap is dat voluit burgerrechtenorganisatie die zich richt op personen met een handicap. Streeft naar, we werken aan inclusie, inclusieve samenleving, waar die gelijke rechten voor iedereen ook gegarandeerd zijn. En we zijn blij dat we hen te gast hebben voor een debat dat ze eigenlijk zelf organiseren rond kijk op handicap. Hoe kijken we daarnaar? Hoe beïnvloedt dat een aantal ethische vraagstukken? Voilà, veel meer kan ik ter inleiding daar niet over vertellen. Ik ga het woord geven aan Mieke van Grip VZW die het debat zal leiden. De sprekers zullen zich ook zelf aan jullie voorstellen. Ik moest nog één dienstmededeling wel doen. En dat is de vraag om geen, of de keuze om geen vragen uit het publiek te beantwoorden tijdens dit debat. Dus het wordt een luisterspel, maar zonder twijfel een boeiend luisterspel. De paneleden oordelen dat het thema eigenlijk wat te breed is. En anders gaan ze dat niet in al zijn gelaagdheid kunnen behandelen. Zo is het, Mieke. Alsjeblieft, aan jou het woord. Dankjewel, Pieter. Dat is fantastisch uitgelegd. Ik wil er wel aan toevoegen, mochten er mensen zijn die met vragen of bedenkingen zitten tijdens dit debat of nadien, uiteraard kan je altijd bij Grip terecht. Zij zijn niet in lucht opgelost na dit verhaal. Gelukkig niet. Goed, er is al wat uitleg gegeven voor wie Grip niet kent. Dan gaan we dat straks ook nog wel even toelichten tijdens dit debat. Maar de insteek van het verhaal vandaag is eigenlijk de kijk op handicap en hoe de maatschappij daarnaar kijkt. Wat is de impact daarvan op hoe er wordt opgegaan met mensen die een beperking hebben, al dan niet aangeboren. En we maken van daaruit een brugje naar het prenatale verhalenstuk ook. Iets wat heel erg actueel is, namelijk wat is de visie op prenatale testen en vooral de conclusies die daaraan gekoppeld worden. Hoe is de maatschappelijke druk daar? Maar ook wat bepaalt mee de informatie die mensen krijgen over een beperking die op hun levensweg komt. Ik zit hier gelukkig niet alleen, want dat zijn zaken waar ik veel over kan bedenken, maar ook vaak eens moet over nadenken. En dus heeft Grip een aantal mensen verzameld. Ik laat ze zichzelf voorstellen, want ik vind dat ze dat veel beter kunnen dan ik dat kan. Ik stel voor dat we aan deze kant van de tafel beginnen bij Lies. Hallo, ik ben Lies Provoost. Ik ben een 37-jarige wiskundeleerkracht. Ik heb 2 kinderen, Noortje van 9 en Isaac van 7. En mijn leven is een 8-tal jaren geleden eigenlijk helemaal overhoop gegooid doordat ik op 21 weken zwangerschap te horen kreeg dat Isaac leed aan spina bifida en hydrocefalie, ofwel in de volksmond open rug en waterhoofd. En toen moesten wij een keuze maken of we Isaac zouden houden of niet. En dat is dus ja geworden. Het is ja. Oké, goed. Naast jou zit Marleen. Goeiedag, ik ben Marleen Bille. Een ondertussen 54-jarige maatschappelijk assistent. Ik ben altijd een plantrekker geweest, een kritische geest, die heel graag een plontje in het water nam of neemt. Ik hou van reizen en ik ben altijd actief geweest als vrijwilliger. Nu zit ik bij Grip als vrijwilliger, maar ook met, voordien heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan. Naast mijn voltijdse job die ik toen deed. En vanaf mijn 42e is mijn leven drastisch veranderd. Want toen heb ik een zware CVA gekregen. En dankzij heel veel revalidatie sta ik nu waar ik nu sta.
Voilà. Dat is goed. Marleen, laat het mij zo zeggen, dames en heren. Dit is de praktijkkant. Dan gaan we even naar de theoretische kant, want er zijn nog twee dames. Nancy. Nancy Lievijns. Ik werk nu al 9 jaar op Grip VZ2 en ik werk daar als stafmedewerker sensibilisatie. En van daaruit ben ik vooral heel hard bezig met de kijk op handicap. Dus hoe kijkt een samenleving naar mensen met een handicap? Welk effect heeft dat op het leven van mensen met een handicap? En wij proberen vooral ook vanuit Grip VZ2 verandering te brengen in die kijk op handicap, zodat mensen zonder handicap op een andere manier gaan kijken en denken over handicap, waardoor dat mensen met een handicap dan weer meer kansen krijgen en meer burger kunnen zijn en niet alleen patiënt. En dan is er nog Christine. Hallo, ik ben Christine Hens. Ik ben medisch ethicus. Ik werk aan het departement wijsbegeerd van de Universiteit Antwerpen. Ik ben begonnen ooit met een doctoraat over genetische biobanken met materiaal van kinderen. Dan ben ik in Maastricht gaan werken, voornamelijk rond reproductieve ethiek, dus rond vragen rond embryoselectie en prenatale diagnostiek. En daar zijn mijn ogen eigenlijk een beetje opengegaan, dat de manier waarop wij en ook de medische ethici vaak naar handicap kijken, dat het vanuit een heel medische aanpak is, dat men ervan uitgaat dat het automatisch leidt tot lijden dat voorkomen moet worden. Ik heb dan een aantal alternatieven bekeken, bijvoorbeeld de studies van Scottco, die gaat onderzoeken naar hoe het welzijn is van mensen met Down-syndroom, van de zussen, van de ouders van mensen met Down-syndroom. En die vond dat het eigenlijk best meeviel. En dan had ik zelf een beetje kortsluiting van, ja, hoe gaan we om met deze informatie in een maatschappij die er ergens door het terugbetalen van deze testen van uitgaat, dat levens zijn die misschien moeten voorkomen worden. Ja. Nu aan Antwerpen, nu ben ik... Mag ik nog iets zeggen? Ja, nog. Nu, sindsdien vind ik die vraagstukken zo heel interessant. En nu mijn huidig project dat ik in Antwerpen doe, denk ik vooral na over autisme bij volwassenen. Ik heb net... Dan heb gemerkt dat het zo belangrijk is om de ervaringen van mensen te gaan onderzoeken, dat ik nu net een studie achter de rug heb waarbij ik 23 volwassenen met een diagnose autisme ben gaan ondervragen over ja, wat betekent dat nu voor u om een diagnose te hebben. Okay. Ja, oké. Okay. Ik blijf wel bij jou dan, Christine, want de eerste vraag, en je hebt het eigenlijk al een stukje meegegeven daarnet in je inleiding, het is een ethische kwestie. Hè? We gaan het hier vanmiddag niet hebben over van wat is nu juist of fout. Het gaat wel over... Goed en niet goed, maar wie bepaalt dat? Ja, het gaat over eigenlijk... Misschien moet jij je micro een beetje dichter zetten. Want... Ja, ja als we het hebben over de ethiek van reproductieve technologieën, denk ik dat we niet moeten vanuitgaan dat technologieën op zich goed of slecht zijn, maar dat we daar goed of slecht mee kunnen omgaan. En ethiek wil zeggen, u de vraag stellen, wat is nu het goede doen hier? Wat is het goede? En natuurlijk is dat een zeer algemene vraag, waar verschillende vragen aan vasthangen. We moeten onderzoeken, wat is het goede leven? Wat willen we bereiken? En hoe gaan we dat onderzoeken? Voor mij is aan ethiek doen niet alleen een aantal principes verkondigen vanuit een ivoren toren, maar ook met de mensen gaan praten. Zijn ervaringen even belangrijk als principes? Ja, en dat is het goede leven in onze westerse visie. Dat staat niet altijd gelijk met beperkt zijn in je mogelijkheden. Nee, ik denk dat dat een zeer beperkte visie is die zelfs mijn collega's vaak hebben, van ja, dat als je een handicap hebt, dat automatisch leidt dat tot een leven dat minder zou zijn dan dat je dat niet zou hebben. Ik denk dat het goede leven zo complex is dat heel moeilijk is om dat op bepaalde aspecten daarvan vast te pinnen. Dat wil niet zeggen dat dat niet kan, maar ik denk dat we daar heel breder naar moeten kijken. Ja, jij zei het ook, Nancy, als het gaat over handicap in onze visie nu, om van daaruit te vertrekken, dat wordt gezien als afzien. Dat is geen goed iets. Ja, wij merken dat vooral aan de beeldvorming. Nu, een van de aspecten waar wij merken dat in contacten met mensen, maar een van de toetsstenen voor ons is ook van als we naar de media kijken, hoe wordt handicap afgebeeld in de media? En dan merken we heel vaak
dat hetgeen het meest eruit springt, het lijden is. En nog niet zo lang geleden waren het de Paralympics. En uiteindelijk moeten we zeggen van oké, er is al een breder beeld in de media, maar toch wil ik even een quote citeren. Ik ga geen zender of geen naam noemen. Maar dan hoorde ik een sportjournalist een quote citeren van ja, wij moeten wel heel veel respect hebben voor deze mensen, want wij beseffen niet hoe hard zij lijden in de samenleving. Nu, dat is maar één aspect. Dat bepaalt mee dat het beeld hoe de maatschappij kijkt. Dat bepaalt mee. Dus dat bepaalt als media systematisch het lijden van mensen met een handicap in beeld brengen, dan is dat ook hetgene dat echt wel blijft hangen in de samenleving. En wat dat, ja, wat dat in de mensen die niet in contact komen met mensen met een handicap, is het lijden wel hetgene dat vooral blijft hangen. En ja, wat dat dan toch een impact heeft op keuzes die gemaakt worden. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik ga even naar de andere kant. Voelen jullie zich slachtoffer? Ik voel me vooral slachtoffer als het gaat over bijvoorbeeld iemand die mij ongevraagd wil helpen, want die ongevraagde hulp is waarschijnlijk iets wat ik niet nodig heb. Ook als ze goed bedoeld is? Ja. Ja. Maar ook de ongevraagde hulp, als die goed bedoeld is, dat bevestigt jou in een rol die je eigenlijk niet wil. Ja, ja. Dat is juist. Want lijden is voor mij vooral niet kunnen loskomen van wat je overkomen is. Ja. En voor mij is een handicap dat gooit je hele leven overhoop, maar als je dan achteraf niet kunt loskomen van dat gebeuren en je leven terug op de rails probeert te krijgen, dan heb je pas lijden. Ja, oké. Okay. Ja. Lies, ja, jij zit nog in een ander verhaal dan Marleen. Hè? Haar is het echt letterlijk overkomen. Bij jullie was het een keuze. Ja, het was een verplichte keuze uiteindelijk. Ja. Hè? Ik wou mij even ook inderdaad aansluiten bij haar, bij het feit dat je er eigenlijk al vaak mee geconfronteerd wordt met die handicap op momenten dat je dat eigenlijk helemaal niet wil. Een anekdote daarvoor misschien is, verleden week was ik met mijn zoontje op de kermis en we wilden gewoon naar de kermis gaan. Hij wou gewoon schieten met zijn geweer op die Pokémon-kaarten. En dan begint die kermiskramer daar gewoon tegen ons te zeggen, ook helemaal goed bedoeld, want zijn visie was misschien wel heel goed, zo van, ja, ik wil even zeggen dat ik geen medelijden met mensen met een handicap heb. Ik vind ze niet zielig. Ik heb er alleen respect voor. Ja, prima, meneer. Maar op dat moment willen wij gewoon ons leven hebben. Ja. En niet nog eens, wil Isaac, die 7 jaar is, niet nog eens even horen. Ah ja, eigenlijk ben ik gehandicapt, zit ik in een rolstoel. Dat heeft op dat moment niks te maken met zijn schieten op die Pokémon-kaarten. Ja, dat ga je ook niet zeggen tegen iemand die niet in een rolstoel zit, zulke dingen. Ja. Voilà, ik bedoel, je gaat ook niet zeggen, oh, meneer, je hebt daar toch een grote vlek op u. Ja. Maar toch heb ik respect voor u, ja. Ja. Ja, oké. Dus ja, in dat opzicht... Maar hoe werd jullie verhaal, want bij jullie ging het echt om... in je zwangerschap moesten jullie beslissen van... willen we dit kind wel of niet op de wereld zetten? Jullie hebben gekozen van wel. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat moeilijk begrijpen. Dat ze denken, je doet jezelf iets aan wat niet nodig is. Ja, je hoort het inderdaad vaak in de vraag die ze ons stellen. Als ze met ons communiceren, vragen ze dikwijls van... ah, jullie wisten het dus niet op voorhand. En daarmee impliceren ze eigenlijk al direct van... want als je het op voorhand had geweten, dan had die hier niet geweest.
En dan worden wij eigenlijk altijd erop gewezen dat onze keuze misschien niet fout is in hun visie, maar wel heel vreemd in deze maatschappij. En als je dan kijkt naar de cijfers, er wordt dus 95% van de kinderen met een handicap wordt geaborteerd. En dat vind ik dat eigenlijk persoonlijk buiten proportie. Ja, dat is zeer veel, hè? Ja. Ja, dan word je eigenlijk wel de vreemde eend in de bijt. Terwijl ik eigenlijk dacht dat het 50-50 zou zijn. Ja. En ook toen wij de keuze moesten maken, kregen wij eigenlijk alleen maar medische informatie. We moesten onze keuze baseren op uw kind kan mogelijk niet stappen, uw kind kan mogelijk niet mee kunnen in het gewoon onderwijs, uw kind kan mogelijk constant problemen met zijn brein hebben. En dat was een hele waslijst. Op dat moment hadden wij zoiets van, oei, wij gaan hier een plantje krijgen of zo. Ja. En dan hebben wij eigenlijk gedaan wat volgens ons toch iedereen zou moeten doen die daarmee geconfronteerd wordt. Wij zijn een kindje gaan opzoeken die aandoening heeft. En toen kwamen wij binnen en wij zagen gewoon een kind. Ja. En dat heeft een stuk mee bepaald. Dat heeft heel onze visie veranderd. Het werd plots niet meer een papiertje van met alle afvinklijstjes. Afvinklijstjes met beperkingen. Het was plots terug een mens die in mijn buik zat. Je zegt het zelf, en dat is ook een vraag voor Marleen, dan kom ik bij jullie. Je wordt natuurlijk wel met een aantal vragen en keuzes geconfronteerd op het moment dat je met een beperking wordt geconfronteerd. Mm-hmm. Hè? In jouw geval, Marleen, wat was voor jou een van de moeilijkste keuzes om te maken? Eigenlijk heb ik vrij snel de knop kunnen omdraaien. Ja. Ik bedoel daarmee, je gaat me niet horen zeggen dat ik dat niet moeilijk gehad heb. Inderdaad wel, maar ik heb ook heel vaak heb ik de vraag gekregen, wat kun je allemaal niet meer? Maar heel weinig mensen hebben mij gevraagd, en wat kun je beter dan vroeger? Zijn er dingen die je beter kan? Ja. Zoals? Bijvoorbeeld de stress laten voor wat het is. En dan hoort je mij niet zeggen dat ik geen stress meer heb, jawel. Maar stress. Vroeger moest alles zo perfect mogelijk zijn. Mm-hmm. En dan, door mijn handicap, heb ik geleerd om alles niet zo perfect te willen hebben. Ja, een meer zachtere aanpak. Ja. Ik zie Lies knikken, dat klinkt herkenbaar. Ja, ik plak er het woord relativeren op. Ja. Wij kunnen beter relativeren. Ja. En persoonlijk kan ik echt wel zeggen dat ik sinds mijn zoontje er is, dat ik persoonlijk gelukkiger ben. Mm-hmm. Ik kan niet oordelen over de kwaliteit van... ik ga niet zeggen dat mijn zoontje hoe zijn kwaliteit is, maar voor mij persoonlijk ben ik gelukkiger. Mm-hmm. Ja, daar raak je wel een heel moeilijk punt aan. Hè? Ja. Wat voor jou goed is, is misschien niet voor hem of omgekeerd. Jij hebt beslist voor iemand die niet zelf kon beslissen. Ja, want in het begin, toen wij de keuze moesten maken, hadden wij eigenlijk vrij egocentrische vragen. Zo van, kunnen wij dat aan? Wat is de impact voor mijn dochter? En zo. En daar waren we eigenlijk heel rap uit dat wij dat wel allemaal aankonden en dat we hem daarom gingen houden. En ook de adviezen die andere mensen gaven, waren vrij egocentrisch. Zo van, kijk, uw leven gaat niet meer zo goed zijn. Of het kost de maatschappij veel te veel. Tot op een gegeven moment iemand tegen ons zei van, ja, maar gaat Isaac wel zo willen leven? En dat was voor mij echt een moment van terug nadenken van,
oei, ik moet eigenlijk niet beslissen voor ons, maar ik moet beslissen in zijn plaats. En dat is gewoon een onmogelijke keuze. Ja. Hij is nu nog te klein om daar zelf over te spreken. Ja, maar op zich maakt het helemaal niet uit. Want ik heb er heel lang echt een trauma van gehad dat ik een keuze heb moeten maken in een heel belangrijke keuze over leven en dood in de plaats van iemand anders. En ik vond dat een heel traumatische ervaring. Tot een psycholoog mij eigenlijk gezegd heeft van op zich maakt de uitkomst van een keuze niet uit of hij nu wel of niet wil leven. Maar uw keuzeproces maakt uit. Als uw keuzeproces goed geweest is, als jij alle pistes nagegaan hebt van wat dit, wat dat. Ik ben gaan kijken naar een kind met een handicap en op basis van al die informatie hebben wij toen een keuze gemaakt. En dat geldt voor eigenlijk elke keuze bij iedereen in het leven. Als je keuzeproces goed is, maakt de uitkomst van je keuze niet meer uit. Ja, nu de vraag is, en dan ga ik even naar de andere kant, kan je nog vrijuit keuzes maken, hè? Zij heeft heel bewust, en Marleen ook, zij hebben het heft in eigen handen genomen. Ja. En dat vergt veel. Het zijn al geen fijne ervaringen om te zeggen. Je moet keuzes maken. Andere mensen hebben die keuze niet te maken. Maar kan je in onze maatschappij nog vrijuit kiezen? Ja, dat vind ik een heel pertinente vraag. Want natuurlijk, als we spreken in het kader van de prenatale testen, wordt dat altijd voorgesteld van kijk, dat is niet omdat wij de handicapse wereld uit willen helpen, maar dat is omdat wij de vrouw de keuze willen laten. Of zij het al dan niet aan kan om een kindje met een handicap op te voeren. En dan kan je de vraag stellen, ja, maar in hoeverre is dat wel een echte keuze? We gebruiken dat als argument om niet te willen vervallen in een soort van eugenetisch discours. Mm-hmm. Maar welke informatie krijgt iemand op het moment dat ze die keuze moet maken? Heel veel mensen hebben geen ervaring met handicap. Er wordt hen niet de mogelijkheden gegeven om eens te gaan praten met iemand met een handicap of met ouders met mensen met een handicap. En het blijft een feit dat die testen gewoon standaard worden aangeboden en dat het wordt, daardoor vind ik zelf al gesuggereerd wordt van kijk, het is iets dat je zou kunnen vermijden. En dat hoeft voor mij ook niet zo te zijn. Je kan zeggen, zo'n testen kan je ook gebruiken ter informatie. Van kijk, we weten dat we een kindje met een bepaalde beperking gaan krijgen. We gaan dat nu gewoon voorbereiden. Maar zo wordt dat meestal niet voorgesteld. Het wordt voorgesteld van, we gaan zien of er niets aan de hand is. Aan de hand is. En dan blijkt plots in een aantal gevallen dat er toch wel iets fout is. En dan? En dan krijg je de keuze van, ja, ga je het houden of niet? Ja. Ja. Nancy, dat is een punt waar jullie heel hard op hameren met Grip. Die info... Hoe wordt er geïnformeerd? Nu wordt er heel eenzijdig geïnformeerd, vinden jullie. Ik wil even wel een kanttekening meegeven. We hebben hier nu twee verhalen van twee mensen vanuit een verschillend perspectief. Mm-hmm. Een ouder met een kindje met een handicap en een persoon met een handicap. Nu, ik wil wel even in de ruimte opmerken van... Oké, dat zijn twee verhalen, maar verhalen van mensen met een handicap zijn ook heel erg verschillend. Dus ik heb er een slide gezet, ook ter ondersteuning van dit debat. Van, wij beweren vanuit Grip absoluut niet dat mensen met een handicap niet lijden. Of dat er geen mensen met een handicap zijn die echt heel veel lijden. Maar het is heel divers. En dat is voor ons heel belangrijk, dat divers beeld ook gegeven wordt. Dat de brede samenleving en ook in de medische sector... dat beeld op handicap heel divers is. En dat het lijden niet per definitie te maken heeft met de handicap op zich, maar dat het ook te maken heeft met hoe is onze samenleving georganiseerd. Ja. Mm-hmm. Mensen kunnen perfect lijden, omdat ze gewoon... Ik denk dan aan Marleen. Ja, wij kennen Marleen een beetje. Als Marleen de bus wilt nemen met haar scooter, ja, dan kan ze het wel vergeten. Dat is ook een vorm van lijden. Maar dat is wel een vorm van lijden die je kan oplossen. En een ander aspect is van, een handicap is een deel van een persoonlijkheid. En bij de ene persoon kan dat een grotere impact hebben op de persoonlijkheid, bij de andere persoon kan die impact minder groot zijn. En eigenlijk, nu ben ik uw vraag vergeten, het ging over informatie. Ja. Eigenlijk vinden wij het heel belangrijk dat bewustzijn van
Er zijn verschillende aspecten aan handicap. Dat bewustzijn er is, één in de brede samenleving, maar ook wanneer dat gaat in de medische sector. Ik weet dat Marleen en ik, ik denk een tiental jaar geleden, een gesprek hebben gehad. En ik vroeg aan Marleen van... Marleen, heeft er ooit iemand u gevraagd naar uw CVA of dat jij nog wou werken? En dat haar reactie was, oei, we zijn nu de eerste die dat vraagt. En dat vertrekt ook vanuit een beeldvorming van, dat is een persoon met dat etiketje, dus dat leven is beperkt tot niet meer gaan werken. Ja. Dus het speelt op mensen die een handicap verwerven, leven met een handicap in de samenleving. Dat informeren over handicap van... Oké, vanuit Grip zeggen wij van mensen moeten gewoon kunnen participeren aan de samenleving. Dus die beeldvorming heel belangrijk. En twee, inderdaad, ook rond dat prenatale, ja, is dat ook heel belangrijk. Dat mensen, wij gaan nooit, en dat is, ik vind voor mezelf een comfortabele positie, wij gaan nooit zeggen van zwangerschapsafbreking als mensen die keuze maken, dat is slecht. Nee, dat is niet slecht. Ja. Maar mensen moeten wel geïnformeerd zijn over alle aspecten van leven met een handicap en niet alleen van... Maar hoe zou je dat dan willen vormgeven? Want wat voor de ene informatie is, is voor de andere misschien overbodig of niet nodig. En hoe zou dat idealiter kunnen gebeuren? Dat zou, het ideale zou zijn dat heel de wereld weet dat handicap niet lijden alleen is. Ja. Dat handicap, dat daar verschillende aspecten aan verbonden zijn. En een heel belangrijk aspect is ook wat wij merken, is rond heel die discussie, rond leven met een handicap, maar ook rond prenatale diagnostiek, is iets wat wij ongelooflijk hard missen, is de dialoog met mensen zelf. Een van onze leuzes die ook bij andere organisaties van mensen met een handicap aan bod komen, is niets over ons zonder ons. Alleen merken wij dat dergelijke discussies overwegend gebeuren zonder ons. Ja. En dan enkel gefocust. Ik herinner mij zo een uitspraak op televisie van een arts, gespecialiseerd in het gehoor, die zei van, ja, iemand die doof is zonder cochleair implant, kan die niet overleven in deze samenleving? Ja, dat is een hele nauwe maar eens visie, tegen de Vlaamse gebarentaalgebruikers. Ja. De lijn is het sprekendste voorbeeld. Hè. De lijn, de bussen bedoel je, de tram. Ja, oké. In 2013 hebben ze zonder overleg met eender wie besloten scooters zijn niet meer welkom op de bus en op de tram. En tot dan toe heb ik heel regelmatig de bus genomen om mijn verplaatsingen te doen. Want voordien, voor mijn CVA, kon ik zelf met de auto rijden. Maar zonder overleg hebben ze dat plotseling afgesloten. En tot nu toe is er nog niks concreets wat de lijn onderneemt om die dialoog op te starten met ons als mensen met een beperking. Ja. Dat kan er voor mij niet in. Hè. Jullie worden, het wordt beslist over jullie hoofd. Daar gaat het over. Ja, ja, okay. Want hier ben ik geraakt met de trein vanuit Hasselt. En tot mijn grote verbazing stond er het vervoer al klaar om tot hier te geraken. Er waren shuttles, En zelfs zonder reserveren. En eerlijk gezegd, ik was daar heel tevreden van. Want sinds ik met een scooter rijd, is reizen niet zomaar iets
in een opwelling kan ik dat niet, want ik moet dat altijd reserveren. Ja, en afspraken maken. Ja. Ik ga nog even naar Christine om, dan nog even, om bij dit verhaal te eindigen bij Lies. Wie moet informeren? Als je zegt, van, er wordt nu heel vanuit één kant ja, informatie gegeven, als het al gebeurt, maar wie moet dat doen? Enkel de arts of moet dat een team worden? Of hoe zou je dat aanpakken? Ik denk dat dat een team moet zijn met ervaring met de aandoening waarover sprake is. Ik denk bijvoorbeeld aan, als je op 20 weken kan je soms op de echo zien dat je kindje een gespleten lip heeft. Mm-hmm. Hè? Dan zou er een goede praktijk moeten zijn, is dat die ouders gaan praten met een schizistream die kan uitleggen wat dat voor gevolgen heeft. Ja. Dus altijd, want we hebben nu de indruk dat het soms wel bij de gynaecoloog blijft zitten, die zelf niet heel veel ervaring heeft met een handicap in kwestie. Als het gaat over Down-syndroom, zou je eens naar de Down-poly kunnen gaan. Mm-hmm. En ik denk ook dat de gynaecoloog moet doorverwijzen, ook naar ouders en zo. Maar dat blijft enkel een medische kant. Zijn er nog mensen buiten de medische wereld die zouden moeten aanspreekbaar? Want ja, Lies zegt het, hè, zij zijn dan uiteindelijk iemand gaan opzoeken. Ja, maar... er zijn bijvoorbeeld VARA, zijn verenigingen die u helpen met die keuze vanuit een psychologisch standpunt. Ja. En dat zou toch standaard mogen naar doorverwezen worden. Minstens, vind okay. ik. Ja. Hoe ging dat bij jou, Lies? Jij kreeg de diagnose en toen bleek het zonneklaar dat er een beperking zou zijn. Hoe is dat gegaan? Ja, dus mijn gynaecoloog zag het op de echo. En ja, dat is een superlieve vrouw die totaal niet richting abortus zou sturen. Maar ze nam wel het woord abortus al in het eerste gesprek. Zo van, ja, ik moet u iets zeggen, er is iets grondig fout met uw kindje. Die heeft open rug en je moet nu zeker niet gaan googlen wat dat is. Ja, wat ik natuurlijk wel gedaan heb, maar bon. Je moet eigenlijk over 3 weken beslissen of je je kind wil aborteren of niet. Dus dat zware woord viel eigenlijk onmiddellijk al. Je zou het best gaan naar een arts die gespecialiseerd is in prenatale diagnose om te bepalen hoe erg de open rug zou zijn. En dan kwam ik automatisch in het SPINA-team, wat Christine zegt. Dus in dat team kwam ik wel terecht. Maar uiteindelijk bleef dat beperkt bij medische gegevens. En dat volstond voor ons niet. Had jij liever gezien? Wij zijn niet door een psycholoog gezien. Er is een vereniging voor spina bifida en hydrocefalie. Ik vind persoonlijk dat die sowieso, dus voor elke aandoening is er wel een zelfhulpgroep. Allee, dat klinkt pejoratief, maar het is eigenlijk gewoon een lotgenotengroep. Daar zou sowieso een gesprek mee moeten gepland zijn, eigenlijk standaard. Ja. Is verplicht, zou ik zelfs aanraden. Oké. Okay. Want op dat moment dat wij de diagnose kregen, toen leefden wij echt op automatische piloot. Wij konden gewoon niet meer nadenken bijna. Ja. Wij zouden nooit... En de tijd is beperkt ook. Hè? Je krijgt, je had 3 weken of zo om te beslissen. Dat is niet... Dus die ideeën komen soms niet bij ons op. En per toeval had ik op internet dan een Facebookgroep. Ja, tegenwoordig met de informatietechnologie dat we hebben, is dat heel gemakkelijk. Heb ik mij aangesloten bij die groep en toen zag ik dat er op 10 kilometer van ons iemand woonde met spina. Ja. En toen heb ik eigenlijk zelf die persoon gecontacteerd. Maar als je... Je moet sterk zijn dan toch. Hè? Als je niet sociaal genoeg bent of zo, doe je dat misschien niet. Ja. Hè? Ik wil nog even, Marleen, om te eindigen bij jou. Zoals gezegd, op je 42e gebeurt er iets wat je hele leven op zijn kop zet. Wat voor soort informatie had jij graag meer gekregen? Had jij behoefte aan lotgenoten of begeleiding, of was het ook enkel medisch? Zeker. In eerste instantie is dat heel medisch. Mm-hmm. Maar stilletjes aan komt dat... De echte wereld van buiten het revalidatiecentrum toch op je af. Hè? Ja. En, was je daar bang voor? Nee, eigenlijk wou ik zo snel mogelijk mijn leven terug op de rails krijgen. Ja. En
Iedereen, allee, heel veel mensen waren heel bang om mee los te laten. Maar ik wou niet anders dan vallen en weer opstaan. Ja, jou het zelf doen. Ja, en een heel moeilijk woord in die tijd was betuttelen. Ik kon niet meer spreken en constant dat woord van betuttelen zat in mijn hoofd en dat kon ik niet gezegd krijgen. Ja. Tot mijn mama of mijn partner, dat weet ik niet meer, die dat zegde, maar dan heb ik heel veel geoefend om dat woord te kunnen zeggen. En dan, als ik het gevoel kreeg van die of die mensen betuttelden mij, dan zeg ik dat. Allee, dan ja. zeg ik, zegde ik dat. Ja. En tot eigenlijk de dag voor, van mijn ontslag uit het revalidatiecentrum, de hoofdverpleegkundige tegen mij zei, amai, je hebt ons hier heel veel geleerd, maar je waart geen gemakkelijke, maar je hebt wel ons heel veel geleerd. Ja. En dat wou ik bereiken ook. Hè. Ja, dat zegt veel over de sector natuurlijk ook. Ja. Hè? Ja. Ja. We hebben het over informatie, maar uiteindelijk, en daar gaat het ook over, de visie van de maatschappij hebben we in het begin al aangeraakt. Je kunt informeren, maar is er ook voldoende maatschappelijke ondersteuning? Want dat is het volgende natuurlijk. Eens je de keuze hebt gemaakt of er overkomt jou iets, dan moet je op zoek naar hoe kan ik dit het best organiseren voor mij, mijn kind, mezelf, mijn omgeving. Hoeveel drempels en hoe hoog waren die voor jou, Lies? Ik vind persoonlijk dat het financieel meevalt in België, dat er heel veel tegemoetkomingen zijn. Mm-hmm. Maar je moet ze wel allemaal zelf gaan zoeken. En vragen. En vragen. En ja. dat is natuurlijk dan ook weer het probleem. Het is heel ingewikkeld. Ik ben part-time gaan werken voor de zorg van mijn zoontje. Maar soms heb ik het gevoel dat het andere part-time naar administratie en bureaucratie gaat. Ja. En nog maar eens opnieuw aanvragen en zo. Als mensen dan daar niet toe in staat zijn, dan vallen ze een beetje buiten de boot. De mensen die het eigenlijk het ergst nodig hebben, vallen buiten de boot. Ja, qua praktische organisatie. Ja, school en zo, want dat is nu ook een issue natuurlijk, hè? Ja, de school moet ik zeggen dat wij, de eerste school die we tegenkwamen, die namen direct eigenlijk het woord in de bijzonder onderwijs in de mond. Zo van, als het niet gaat, dan zullen we wel moeten doorverwijzen naar bijzonder onderwijs. Daar hebben we dan ook niet voor gekozen. Ja. Maar de school waar hij nu zit, het is een gewone school, maar die doen enorm hun best voor hem en hij zit daar echt wel heel goed. Dus het is schoolafhankelijk, moet ik zeggen. Dat inclusieverhaal ook voor jullie. Ja. Voor jou, Marleen, info is één iets, maatschappelijke ondersteuning. Je had het over de lijn, dat is moeilijk. Zijn er nog van die zaken waar je denkt van dit kunnen ze met kleine ingrepen oplossen, maar dat maakt een wereld van verschil? Ja, bijvoorbeeld, ik heb tot mijn 42e altijd fulltime gewerkt. En vanaf dan heb ik geen dag meer betaald gewerkt. Ja. En, terwijl je dat wel wil. Ja, natuurlijk. Ja. Maar verleden jaar kreeg ik plots een brief van mijn werkgever, want ik ben nog altijd ingeschreven op de loonlijst. Mm-hmm. Om in te stappen, als ik dat zelf wilde, in een re-integratieproject. Natuurlijk had ik dat al langer gewild, maar blijkbaar is er nu de tijd daar rijp voor. Hè? Ja, de wetgeving verandert ook hè, op dat ook, gebied. Ja. Ja, Maggie de Blok heeft het vuurtje aan de lont gestoken, denk ik. En
met haar minister, hoe heet die weer? Van Zeurzen. Van Deurzen, ja. Ja. Ja, van Welzijn. Ja. En nu zit ik zogezegd in een reïntegratieproject, maar sowieso fulltime kan ik dan niet meer. Ja. Maar ik heb zelf aangegeven 20%. Misschien lukt dat wel. Maar dit kalenderjaar, wat nu al op zijn einde loopt, mm-hmm. Hebben ze nodig gehad om eigenlijk die 20% erdoor te krijgen. Ja. En nu is het zo dat de start van de tewerkstelling voor dit najaar zou kunnen geweest zijn, maar de cultuur binnen de organisatie is nog niet ja. rijp daarvoor. Dus we blijven een beetje hangen. Ja, ja. Maar sowieso, of daar nu iets uitkomt voor mij, dat maakt niet uit. Ik heb toch bereikt dat dat voor eventuele andere mensen met een arbeidsbeperking het pad een beetje geëffend was, ja. Is. Oké. Okay. Het probleem zit niet bij de mensen, Nancy. Het probleem zit bij de maatschappij. Is een maatschappij er klaar voor en bereid toe? Als je hoort wat Marleen's traject is, de integratie is niet zij, maar het is blijkbaar de organisatie erachter. Een heel complex gegeven mm-hmm. waar de visie een heel belangrijke rol speelt. Nu, ik ga me niet te ver wagen op vlak van ondersteuning, want dat is niet zo mijn domein en daar ken ik ook te weinig over. Nu, ik weet wel dat ook op vlak van ondersteuning het vaak gericht is op zorg voor mensen met een handicap en niet op zelfstandig leven mm-hmm. en participeren mm-hmm. in de samenleving. En ja, als je er straks vroeg wat moet er gebeuren omdat het anders zou zijn, omdat mensen goede keuzes zouden moeten maken, ja, uiteindelijk moet heel die samenleving veranderen, moet heel dat beeld in die samenleving veranderen. Als mensen, als er gedacht wordt vanuit, en niet vanuit zorg, maar vanuit ondersteuning, we moeten mensen met een handicap ondersteunen om een rol op te nemen in de samenleving, mm-hmm. een rol waarvan ze zelf het gevoel hebben van, kijk, oké, ik heb die een handicap, maar ik participeer, ik voel mij een volwaardig mens. Dat is heel belangrijk en daar moet een maatschappij initiatieven rond nemen. En vandaar begint het al, want dan krijgen mensen zelf meer kansen in de samenleving, zullen ze meer zichtbaar worden in het, tussen haakjes, lelijke woord, normale circuit, gaat dat op zich de beeldvorming al beïnvloeden van, oké, ik kom hier vaak mensen met een handicap tegen, maar dat zien er eigenlijk geen sukkelaars uit, die kunnen ook participeren en een gezin hebben en gaan werken. Dus daar start het al, hè, van... Maar die, als ik dan even mag... ik heb de indruk, als je dan een beetje volgt wat er op het politieke niveau gebeurt, die kentering is toch bezig. Er wordt veel gesproken over inclusie, er wordt veel gesproken over het reïntegreren. Of is dat een beetje doekje voor het bloeden? Erover spreken en het effectief in de realiteit zien. Ik denk dat daar een paar tientallen of... Een generatie of twee. Een paar generaties nog tussen. Ik denk dat dat nog even gaat duren. Ja. Maar ik zeg het, beleidsmatig is ook niet mijn domein, maar het heeft wel een grote impact op kansen die dan mensen krijgen, mm-hmm. op het beeld dat er leeft in de samenleving. En dan ook, als we de lijn doortrekken, op keuzes die mensen maken. Hè. Mm-hmm. Want, nu misschien ben ik een beetje te vroeg nu met wat ik nu ga zeggen, maar uiteindelijk, de keuzes die we maken, is een verantwoordelijkheid van iedereen. Hè. Als we dan de lijn doortrekken naar prenataal, van welke keuzes maken mensen prenataal? Eén, als ouders al zien van, die persoon heeft dezelfde aandoening als mijn kindje gaat hebben, maar die heeft ondersteuning en die participeert in de samenleving. Die ziet er eigenlijk wel gelukkig uit. Ja, dat bepaalt de keuze heeft, al. En wat bepaalt de keuze ook? Dat is bijvoorbeeld
ouders, grootouders, tantes, nonkels, ook zij zijn belangrijk in de beeldvormingen. Want ja. Zij hebben ook een impact op mensen die een handicap hebben of zwanger zijn van een kindje met een handicap. Ook voor hun is het belangrijk dat zij de correcte beeldvorming hebben. Dus ja. Allee, ik kom altijd terug op de beeldvorming, maar ja, dat is ook... Maar dat is ook jouw taak, mijn, uiteraard. Mijn taak, dus goed. Ik ga nog even naar Christine, want om dit luik af te sluiten, we hebben het over informatie, we hebben het over ondersteuning, wat daar allemaal beter kan. De vraag is, als je ziekenhuis A bezoekt en je wordt begeleid, krijg je dan... Hoe groot is de kans dat je dezelfde begeleiding krijgt aan een ziekenhuis aan de andere kant van het land? Zit daar uniformiteit in of doet iedereen maar een beetje volgens eigen voorkeur? Zoals ik daar kan over oordelen, denk ik dat het heel ziekenhuisafhankelijk is. Ja? Ook, of dat je toestemming krijgt om voor een bepaalde aandoening abortus te laten. Mag je micro een beetje dichter. Sorry. Ook of dat je toestemming krijgt om bijvoorbeeld op een late moment abortus te laten doen, is heel hard afhankelijk van ziekenhuis op ziekenhuis. Ja, wat eigenlijk ook al een probleem is. Dus ik denk waar we eigenlijk toch naartoe moeten gaan als maatschappij, als overheid, als we dit soort dingen zoals de NIPT gaan aanbieden en dat gaan voorstellen als een keuze, dan moet ook het informatiepakket vanuit de overheid heel goed uitgewerkt zijn. En het zit eraan te komen, hè, want uiteindelijk een aantal mutualiteiten betalen de test al terug. De voorzorg betaalt het terug en dan is het te wachten. Ook. Ja. Dan is het wachten tot het in de verplichte ziekenverzekering komt. Ja. En dat zal waarschijnlijk wel komen, maar ik denk niet dat je het één kan doen zonder daar een grote omkadering, zonder het echte voor te stellen als een keuze. En een keuze is voor mij pas een keuze als zij geïnformeerd is. Ja. Als het niet is van, het is een kindje met Down-syndroom, dat gaat zo afzien. Hè. Zoals het nu toch vaak wordt voorgesteld. Ja. Moeilijker wordt het nog als je zelf iemand bent met een specifieke beperking. Zelfs dan wordt er nog voor dat mensen zwanger zijn al aangegeven van we gaan eerst wel even testen of dat je kindje niet hetzelfde gaat hebben als dat jij hebt. En dan moet je toch ook wel al sterk in je schoenen staan om te zeggen van ik heb daar wel al 10 jaar over nagedacht. Hè. Ik weet hoe het is om te leven met die aandoening. En ik maak hier een andere keuze. En dan krijg je toch wel vaak de reflex ook van artsen van... Ja, maar je weet eigenlijk niet wat dat je zegt. Ja. Dus zelfs daar ook al... Naar wat geef ik zelf door aan mijn kind? Dat is nog een stapje verder. Ja, ik heb rond autisme gewerkt. En daar heb je natuurlijk de vraag... Het is nu nog niet mogelijk om een genetische test te doen over autisme. Maar hoe ga je met die vraag om... Van mensen met autisme die zelf kinderen krijgen, ga je daaraan tegen zeggen, kom, we kunnen daar genetisch op testen, terwijl zo'n deel van hun identiteit, dat zijn echt heel moeilijke vragen. Ja, ja dat vind ik een heel goede uitspraak. Dat is een deel van uw identiteit. Ik ken heel veel mensen, ik ontmoet nu toch wel vrij veel mensen met een handicap, en heel veel mensen zeggen van, ja, maar dat is een stuk van mezelf, en als ik een pil zou kunnen nemen om anders te zijn... Ik zou het niet doen, want zoals Marleen daar straks ook zei, het brengt mij ook dingen bij. Ik ontwikkel op de manier zoals ik... Alleen, ik heb dat nu nog niet gezegd, maar ik denk dat de meeste mensen dat zien of weten. Mm-hmm. Ik heb zelf ook een visuele beperking. Ik denk, als ik die niet had gehad, zat ik hier niet vandaag. Ja, dan zou je iets anders doen waarschijnlijk. Dan zou ik iets anders doen. Zou ik dan minder gelukkig zijn? Ik weet dat niet. Mm. Ik weet alleen dat het nu goed is. Ja. Allee, ook al kan de ondersteuning wat beter, maar bij ons wat dat tussen haakjes. Ja. Maar puur de persoon dat ik zelf ben, zou ik iemand anders willen zijn? Nee. Ja. Dat brengt ons bij een heel moeilijke vraag. Ik ga die toch stellen, want in een aantal gevallen is er gekozen. Maar jij zegt het net, als ik een pil zou kunnen nemen die maakt dat het opgelost is, mijn beperking, dan zou ik dat niet doen. Ik vind dat vanuit een persoon die niet leeft met een beperking, of toch niet ene die ik ken, zelf, of waar ik geen last van heb, ik zal het zo zeggen. Ik vind dat straf. Ja, maar dat is ook... daarom is het ook heel belangrijk dat binnen elke dialoog rond handicap op zich en ook rond prenatale diagnostiek en heel de discussie, is die ervaringsdeskundigheid echt wel heel erg noodzakelijk om iemand die...
zonder handicap door het leven gaat, zal die ervaring nooit hebben. Dat is logisch, hè. En dat is, ja... Daarstraks was het even de vraag van, ja, wie bepaalt wat een goed leven is? Wat is de norm? Wat is normaal? Ik vrees dat op dit moment het nog de meerderheid is die beslist wat normaal is, wat goed is, zonder eigenlijk te kennen wat het is om te leven met een handicap. En dat speelt zich af op verschillende domeinen. Ik ga nu eens een zijsprongetje maken. Deze week was het op televisie over, ik denk, draagmoederschap. En dan ging het, dan was het eigenlijk ook wel een beetje de stelling van, ja, maar het beste gezin is toch het gezin met een vader en een moeder en niet via een draagmoeder. Ja, wie zegt dat het beste is? Er zijn de gezinnen met die de vaders en de moeder, maar ik ken evenveel gezinnen met een vader en een moeder waar dat de kinderen niet gelukkig zijn en andere gezinnen en omgekeerd, waar kinderen... Dus dat is een beetje hetzelfde als met handicap. Ja, laat verschillende stemmen aan het woord en niet alleen degene die spreken vanuit... de meerderheid. Ja, Christine, ik zou heel hard knikken achter Nancy haar hoofd, dus jij gaat daarmee akkoord. Ja, ik denk, ja, wat is een goed leven? Dat is zo'n moeilijke vraag. En ik denk, als je daar puur gaat bekijken over heeft iemand een handicap of niet, dan geraak je er niet. Want we geven zelf op verschillende, iedereen geeft op zijn eigen manier zin aan zijn leven en dat kan je gewoon prenataal niet gaan beslissen, denk ik. Je kan alleen gaan beslissen... Goh, dit kan ik zelf niet aan. Dat is een keuze dat je maakt. Of de maatschappij kan te weinig ondersteuning bieden, dat je denkt van ik kan mijn kind dit niet aandoen, dat als ik er niet meer ben, dat daar niet goed voor gezorgd voor bent. Maar intrinsiek over wat gaat zijn of haar welzijn zijn, hoe gaat zij of haar leven invullen, is denk ik onmogelijk. Ja. Jij zei daarnet in het begin van het gesprek ook dat je nu onderzoek doet naar mensen met autisme en wat hun ervaring is om te leven met die beperking. Wat komt daaruit? Wat is voor jou frappant geweest? Voor mij is het toch frappant de verwevenheid tussen de maatschappelijke steun, en niet alleen de maatschappelijke steun, maar het feit dat zij veel onbegrip ervaren over hun manier van zijn... Dat heel hard met hun welzijn samenhangt. Ja. En als je hen zou vragen een pil om van dat autisme af te zijn, is dat een heel moeilijke vraag. Want op zich vinden zij hun eigen manier van zijn waardevol en vinden zij dat zij ook iets kunnen bijdragen aan de maatschappij. Maar het is toch zo moeilijk, omdat zij in de minderheid zijn. Ja. Dat is een van de wat mij opviel. En dan als het dan verder praktisch ging over hulpverlening en ook over... Ja, wat dat jij zei, van iemand niet alleen betuttelen of ervoor zorgen, maar ook iemand ondersteunen om zijn leven in eigen handen te nemen en om zinvol werk te vinden, dan is er toch nog wel vrij veel werk aan de winkel. Ja. Het kwam er uit mijn interview. Letterlijk, ja. Marleen, voor jou is het misschien een andere vraag. Hè? Een pil die zorgt dat die CVA er niet zou geweest zijn? Of alles terugbrengt naar voor die 42e verjaardag? Maar wil ik dat wel? Dat is mijn vraag. Zou je dat... Maar dat weet ik niet. Ja. Want persoonlijk vind ik mijn leven nu heel zinvol. En tevoren ook zinvol, maar op een andere manier. Anders, ja. Want bijvoorbeeld door mijn CVA... heb ik een intensere familieband gekregen. Ja, dat wil ik nog eens vragen aan jou. Want we hebben het nu telkens over jij als persoon die beslist, maar natuurlijk, je bent afhankelijk van een netwerk mensen. Ja. Zoals Nancy ook zegt, familie, ouders, grootouders. Zijn dat dingen die voor discussie gezorgd hebben in jouw omgeving? Heel belangrijk om te staan waar ik nu sta, is de steun die je krijgt van je omgeving. Ja. En de professionelen die met u bezig zijn, ook natuurlijk. Ja. En uw eigen inzet. Maar als die drie elkaar versterken, dan is het... mogelijk om veel te bereiken relatief gezien. Hè? Ja. Maar
Maar begrijp je dat niet iedereen dat ziet zoals jij? Dat er mensen zijn die dat... Misschien zie jij het wel zitten, maar ziet hun partner het niet zitten? Of, ja. Maar mijn partner en ik zijn na mijn 7 jaar uit elkaar gegaan. Maar dat had helemaal niks te maken met mijn 7 jaar. Ja. Want eigenlijk, dankzij de 7 jaar, hebben we afscheid kunnen nemen op een waardevolle en menselijke manier. Wat eigenlijk zonder die 7 jaar misschien niet mogelijk was geweest. Ja. Dus het bepaalt meer dan echt je eigen fysieke leven. Ja. Oké. En ja? Ja. Ja, Lies, je hebt een beetje een gelijkaardig verhaal natuurlijk, hè? Ja, ik wil even daarop aansluiten dat, dat als ik zie wat Isaac teweeg brengt bij andere mensen, de contacten die Isaac met andere mensen maakt, die mensen veranderen lichtjes, die mensen worden zachter, die mensen worden zelf wat moediger voor hun eigen miserie, dat ze dat wat anders gaan bekijken en zo. En als we nu eens een heel hypothetische vraag zouden stellen, dat we alle handicaps uit de wereld zouden nemen. Ik denk dat tegenwoordig het psychische lijden in onze maatschappij zwaarder is dan het fysieke. En dat zie je niet, hè? Of toch niet? Ja, veel mensen hebben een depressie, een eetstoornis, weet ik veel wat allemaal, omdat onze maatschappij zo eist dat we perfect zijn. Ja. Ons leven moet maakbaar zijn. Alles wat we realiseren, dat is ofwel onze eigen schuld of onze eigen verdiensten. En dan ligt de lat die je moet halen. Als je alle beperkingen wegneemt, dan wordt die lat nog hoger. Ik vrees dat er dan nog veel meer depressies en weet ik veel wat gaan allemaal gaan zijn. Ik heb nog een vraag die ik net aan de anderen ook heb gesteld. Jullie hebben gekozen om Isaac op de wereld te zetten met die beperking. Zijn jullie, jij en je man, voorbereid op zijn vraag misschien binnen 10 jaar van waarom wel? Of misschien komt er een punt dat hij zelf aangeeft, eigenlijk wil ik dit niet? Net zoals ik al eerder zei, ons keuzeproces was goed. En als hij vragen gaat stellen van ik had er liever niet geweest, dan zal ik zeggen dat op dat moment, met de kennis die wij toen hadden, dat wij dat beslist hebben en dat wij nog steeds staan achter die beslissing. Alleen als hij echt ondraaglijk zou lijden, hoop ik dat dan de mogelijkheid tot euthanasie er wel is, als hij dat echt wil. Ja. Dat is jouw stelling, hè? Als het over dat die nips gaat. Dat is mijn stelling. Gaat, als ze aan mij persoonlijk dingen vragen, dan zouden ze voor mij alle abortussen, zo goed als alle abortussen, mogen afschaffen, behalve degene die gevaarlijk zijn voor de moeder natuurlijk. En laat die kinderen geboren worden en kijk dan, want we moeten zo vaak beslissen over een zwarte doos, over mogelijk dit en mogelijk dat. En ga kijken of die kinderen ondraaglijk lijden en neem dan een beslissing en niet in de buik eigenlijk. Preactief. Ja, oké. We komen bij het laatste punt. We hebben al veel besproken, we hebben al veel gehoord. Nu de vraag is, we hebben het al heel kort aangeraakt, Nancy, wat zou er beter moeten? Ik ga misschien toch beginnen bij Christine, want als we het hebben over ethiek, hè, dat klinkt vaak een beetje moeilijk en mensen zien dat in een filosofische of in een psychologische sfeer, maar het is eigenlijk wel iets dat zou kunnen bijdragen tot het maatschappelijk debat. Hè. Het wordt nu te vaak. Ja, ik denk dat er wat zou er moeten gebeuren? Je mag je micro nemen hoor, want dan worden je beter. Ik zou niet pleiten tot de afschaffing van de prenatale test, want ik zeg het, een keuze en op voorhand geïnformeerd zijn, volgens mij zijn dat goede dingen die aan die technologie hangen. Maar ik zou wel pleiten om op maatschappelijk en politiek niveau eens zeer goed na te denken over hoe waardevol is diversiteit voor ons? En ik denk dat mijn antwoord zou zijn, dat is heel waardevol. En wat wil dat precies zeggen in hoe dat we beleid voeren rond diversiteit. Hè. Mm-hmm. Er is die discussie rond inclusief onderwijs. En als je dan de voor- en nadelen over inclusief onderwijs gaat bekijken, dan is het, iedereen moet, de andere kinderen moeten daar dan ook, daar moet dan te veel tijd in gestoken worden en ze moeten toch
klaargestoomd worden voor het hoger onderwijs. En dat is dan toch best ieder op zijn eigen niveau. Terwijl ik denk, nee, ons onderwijs, dat gaat erover om kinderen op te voeden die in een maatschappij kunnen leven met verschillende soorten mensen. Dus dat soort vragen denk ik dat er wel serieus moeten gesteld worden van wat willen we? En ik denk, dat is een heel moeilijke vraag en dat gaat niet van vandaag op morgen, maar dat moet wel gebeuren om dit soort vragen juist te kunnen antwoorden. En het gesprek moet gevoerd worden vooral, denk ik. Dat is wat ik ook hoorde aan deze kant. Hè. Niet wachten tot je zelf informatie moet verzamelen. Nee. Actief betrokken worden bij. Ja. Mm-hmm. Is dat iets wat jullie als rol nu proberen op te nemen? Doe jij dat, Lies? Probeer jij nu zelf ook andere mensen te informeren? Ik geef af en toe een infosessie over prenatale diagnostiek, waarbij ik eigenlijk mij baseer op een heel goed boek Echo. Dat is geschreven door Maarten Slagboom en die had ook, was ook zwanger, zijn vrouw was zwanger van een kindje met open rug. En die heeft eigenlijk beslist om de zwangerschap wel af te breken. Maar toen ik dat boek las, zag ik eigenlijk dat al zijn argumenten ook mijn argumenten zijn. Wij hebben dezelfde visie over van alles. En een klein detail heeft dan ervoor gezorgd dat hij net wel voor de afbreking koos en ik niet. En dan wil ik aan mensen eigenlijk gaan zeggen van, kijk, je kunt eigenlijk moeilijk weten wat het is als je er nooit in gestaan hebt. En dat is nu net het moeilijke. Je moet die keuze maken voordat je het eigenlijk hebt meegemaakt. En dan hoop ik alleen om via objectieve informatie eigenlijk. Dus ik wil absoluut niemand mijn visie opdringen. Mm-hmm. Ik heb ook respect voor mensen die niet doorgaan met de abortus. Met de zwangerschap. Maar ik vind wel dat alle informatie moet verzameld worden en daar wil ik wel een rol in spelen. Ja. Marleen, jij werkt bij Grip nu, dus dat betekent dat jij jou 100% inzet voor die gelijke rechten. Natuurlijk. Wat ik voornamelijk doe, is praten met jongeren, in heel dikwijls in klasverband, over handicap en daarvoor gebruik ik mijn eigen verhaal als uitgangspunt. Ja. En mijn verhaal is diverser dan handicap alleen. Hè. Mm-hmm. Ik ben meemoeder van een zoon die ondertussen 25 is. En die van allochtone afkomst is. Ik heb een handicap en ik ben holibi en eigenlijk is dat een mijn verhaal is eigenlijk op alle fronten een hoe heet je dat een uitzondering. Ja, je voelt je telkens apart. Ja, ik dacht even je voelt je telkens aan de buitenkant staan. Ja. Ja. En ik voel me niet uitzonderlijk, maar door dat te delen met jonge mensen draag ik hopelijk bij om dat minder uitzonderlijk te maken. Ja, oké. Dan ga ik toch even luisteren bij Nancy, want zij doen hun best om alles op de kaart te zetten en elk druppeltje telt, denk ik dan. Maar jullie willen natuurlijk van het Grip dat het een beetje meer gekaderd wordt, vermoed ik. Hè? Ja, we hebben zal ook even meegeven dat dit debat is eigenlijk een vervolg op een reflectienota die we hadden geschreven. Die vertrokken was uiteindelijk van alles wat we zagen gebeuren rond die prenatale diagnostiek. En dat we dus echt wel zagen van, oei, er wordt toch echt wel een heel eenzijdig beeld opgehangen. Mm-hmm. En naar aanleiding daarvan dus hebben we de reflectienota geschreven en zijn we geëindigd met een aantal vragen van Grip voor de toekomst. En dat is enerzijds sensibilisatie van de samenleving over
een brede kijk op handicap waarin alle visies betrokken zijn. En ik wil dan nog eens benadrukken, wij zeggen zeker niet dat dat medische, dat dat weg moet, dat dat absoluut geen belang heeft. Tuurlijk heeft dat belang. Het is belangrijk om te weten als ouder van, gaat mijn kind pijn lijden of niet? Wat zullen de medische gevolgen zijn? Maar er moet wel een bewustwording komen van, dit is niet het enige en niet het, het allerbelangrijkste. Het gaat veel verder dan dat. Er worden veel, het is veel breder. Dus ja, dat die verschillende visies van handicap echt wel aan bod komen. Dat er een paradigma shift komt dat mensen met een handicap, dat dat niet per definitie patiënten zijn, maar ja, volwaardige burgers, volwaardige mensen die participeren aan de samenleving. Ja, dat er ook een maatschappelijk debat komt ook rond die vragen van ethiek en handicap. Nu bij ons, het is ook de eerste keer dat we daarover in debat gaan, dus dat is ook vrij nieuw, maar mm-hmm, het lijkt ons wel belangrijk dat er maatschappelijk dat er stappen in worden gezet, dat er actie rond wordt ondernomen, dat er over gepraat wordt en dat er dan ook over gepraat wordt met actieve en gelijkwaardige betrokkenheid van mensen met ervaringsdeskundigheid. Ja. En een hele diversiteit aan mensen met ervaringsdeskundigheid. Dus mensen die zowel, die echt wel handicap als lijden ervaren, als mensen die het anders ervaren. Dus mm-hmm, dat die diversiteit ook wel aan bod komt. En dan nog twee dingen. Ja, dat er een duidelijk kader komt, want dat was ons dus ook opgevallen in een van de reportages rond laat-tijdige zwangerschapsafbreking, dat dat heel divers is. Dat bijvoorbeeld ziekenhuizen zijn waar kinderen die geboren zouden worden, die gewoon, ik noem dat gewoon, kleurenblind zijn, dat er ziekenhuizen zijn waar daar de toestemming gegeven wordt tot zwangerschapsafbreking. Dus dat was heel confronterend. Ja. Zeker als je zelf kleurenblind bent, is dat mm-hmm, heel confronterend. Dus dat er toch wel duidelijkheid over komt. Dat ouders in elk ziekenhuis en in elke context toch wel dezelfde informatie krijgen en dezelfde brede waaier aan informatie. En dan zeker ook dat er aandacht komt voor de kijk op handicap in de verschillende medische en paramedische opleidingen. Want ik hoor hier straks Christine en ik denk ook Lies zeggen van ja, psychologen zijn belangrijk. Hè, die moeten mm-hmm, er zijn om ons te begeleiden. Nu, ik heb ook een beetje een aantal psychologen die ik ken. Je mag er ook niet van uitgaan dat een psycholoog per definitie spreekt vanuit de juiste kijk op handicap. Ja. Dus dat is ook heel belangrijk dat in de medische sector... Maar daar zit een grote uitdaging, denk ik, hè? Opleiding. Ja. Ik heb ook een houder die tegen mij heeft gezegd van... ik heb er wel voor gekozen voor die prenatale diagnostiek, want... Ik ging ervan uit dat ik dat niet ging aankunnen, zo'n kindje met een handicap, maar mijn kindje had gelukkig geen handicap. En ik was er toen met haar over aan het praten, over beeldvorming en mijn ervaring met mensen met een handicap. En toen zei zij van, oei, waarschijnlijk heb ik toen die keuze gemaakt uit onwetendheid. En zou ik waarschijnlijk voor zwangerschapsafbreking gekozen hebben uit onwetendheid. En dat is dan haar persoonlijk verhaal. Maar zij is ook huisarts. Dus zij is ook wel iemand die mensen van nabij begeleidt. En dat is toch wel heel belangrijk, dat de mensen die in die beroepen zitten, dat die toch wel bewust zijn van één, wat is mijn kijk op handicap? Ja. Hoe beleef ik dat? Hoe sta ik er tegenover? En dit is niet de enige kijk. Dus dat moet... daarmee hebben we bij deze alles op de kaart gezet, Nancy. Ik weet niet alles. Nu alles, want het is toch een aanzet, op zijn minst. Goed, dames en heren. We hebben het toch maar mooi... Rondgekregen. Het was heel intensief, vind ik, en heel intens. Het is ook heel persoonlijk. En dat heb je in het begin van de middag gezegd, maar dat blijft uiteraard gelden. Deze twee mensen zijn zeer dapper en moedig dat ze dit willen doen en delen en voor hun mening willen uitkomen, want het wordt hen waarschijnlijk ook niet altijd in dank afgenomen, denk ik. Maar als hier twee andere mensen zouden zitten, krijg je ook twee andere verhalen. En ook dat is diversiteit en ook dat moet vormgegeven of vorm kunnen krijgen, uiteraard. Ik wil Lies en Marleen hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Ik wil Christine en Nancy bedanken voor hun licht op deze zaak, want dat was het uiteindelijk toch wel. Dames en heren, we hadden het gezegd bij het begin van de middag, geen vragen. Er waren een aantal mensen die toch probeerden te zwaaien, dus ik heb jullie moeten pareren. Maar weet dat Grip hier is met een stand en uiteraard ook altijd bereikbaar is via mail, telefoon en op andere mogelijke nieuwe manieren, zal ik dat maar noemen, om uit te leggen of antwoorden te geven op bepaalde vragen. Wil je daar nog iets aan toevoegen, Nancy?
Nee, mijn e-mailadres is heel simpel, nancy@gripvzw.be. Voilà. En Nancy, ik kan niet beloven dat ik op alle vragen een antwoord ga kunnen geven, maar het interesseert mij wel om mensen die ervaringen willen delen of hun mening... Of die vragen hebben. Of die vragen hebben en dan kijken we wel hoe dat we het aanpakken. Dus ik vind het heel boeiend als mensen een reactie nalaten. Oké, voilà. Dank jullie wel, jullie, om te blijven. Het was het laatste van de dag, het was een lange dag, het was een mooie dag, dus het was ook van jullie heel erg moedig om te blijven tot 5 uur. Fijn dat jullie er waren en veilig thuis allemaal. Voilà, dat was het. Ja.